Aduarderzijl in de gemeente Westerkwartier is een prachtige plek om het landschap van Middag Humsterland te ervaren. Dit is de plek waar het Aduarderdiep op het Reitdiep uitkomt. De sluizen hier hebben lange tijd de waterhuishouding van het gebied bepaald. De monumentale bouwwerken vertellen iets over de geschiedenis van de plek. Zo is er het Witte Waarhuis waar vroeger de sluiswachter woonde en dat al voorgangers heeft tot in de 15e eeuw. Maar ook de oude sluis die in 1706 is gebouwd als vervanger van zijn houten voorganger. In die periode lag er maar één sluis bij Aduarderzijl. In 1967 kwam er een sluis bij die dan ook de Nieuwe Sluis is gaan heten. Deze zogenaamde kokersluis moest de toenemende scheepvaart en de afwatering van het achterliggende gebied opvangen. Beide sluizen worden binnenkort samen met de bijbehorende bruggen door het waterschap Noorderzijlvest gerestaureerd. Bovenop de kokersluis is het landschap goed te zien en kun je over het Reitdiep en het Aduarderdiep kijken. Naast de bouwwerken zijn ook de indrukwekkende dijken langs het Reitdiep hier goed te zien. De twee kanonnen op de dijk geven echter aan dat er meer te vertellen is over Aduarderzijl. Dat er een belangrijke militaire geschiedenis is op deze plek die nu niet goed te beleven is en hier verteld zou kunnen worden. Om erachter te komen waarom Aduarderzijl in het verleden zo'n strategische plek was, kijken we eerst naar het landschap van bovenaf. In eerste instantie is het natuurlijk omdat op deze plek twee belangrijke waterwegen naar Groningen en de Waddenzee bij elkaar komen. Hier werd rond 1400 het vanuit het zuiden door de monniken van Aduard aangelegde Aduarderdiep bij het Reitdiep aangesloten. Dit was om het vele binnenlandse water, waaronder uit Drenthe, af te wateren op het Reitdiep zodat het naar de zee kon. Het drassige land kon dan beter ontgonnen worden en gebruikt worden voor de landbouw. Een andere belangrijke structuur in dit gebied is de oude zeedijk langs het Reitdiep, die ver daarvoor al een verdedigingswerk was tegen het water van de zee. Deze lange dijk hield het zeewater buiten de deur, ook bij hoge vloed. Maar soms was ook deze dijk daar niet tegen opgewassen. Zo is bijvoorbeeld bij de kerstvloed van 1717 het water tot aan de stad Groningen doorgebroken. De zeedijk is ook goed te zien op de hoogtekaart. De eerste sluis was een houten schot in de oude zeedijk. In die tijd heette dat een zeil. Een houten sluis ging zo'n 40 jaar mee en rotte dan weer weg. Dan ging men op een andere droge plek ernaast weer een nieuw gat in de dijk maken voor de nieuwe zeil. Als de sluizen groter worden en de techniek steeds beter, blijven ze langer op één plek liggen. Helemaal als baksteen wordt geïntroduceerd. Op een door Antoni Coucheron getekende kaart uit 1630 kun je zien dat er in de 17e eeuw twee sluizen lagen, net als nu, maar verder uit elkaar en met een klein soort eilandje ertussen. De fysisch geograaf Jan de Vigne maakte in de jaren 90 drie reconstructiekaartjes om aan te geven hoe hij denkt dat het in elkaar heeft gezeten. De meest westelijke zeil is vermoedelijk tijdens de Martinusvloed in 1686 verwoest en in onbruik geraakt. Men damde vervolgens de oude zeiltocht af en gebruikte vanaf dat moment alleen de oostelijke sluis. Toen er in 1706 werd gekozen voor een sterkere stenen sluis, de huidige oude sluis, bouwden ze die recht door het centrale eilandje heen. De oostelijke arm werd toen ook afgesloten door middel van een dijk. Vanaf die tijd was er meer dan 150 jaar lang maar één sluis in Aduarderzijl. In 1867 werd een nieuwe oostelijke sluis gebouwd op de oude plek en was het weer een tweesluizensysteem. De eerste keer dat er over een schans bij Aduarderzijl werd gesproken was in een document uit 1499 in de periode van de Saksische hertogen. De Duitse hertog Albrecht van Saksen was toen landvoogd van de Nederlanden. Om zijn positie te versterken liet hij rond 1500 een reeks schansen rond de stad Groningen bouwen om deze in te nemen en eventuele hulp aan de stad af te houden. Als vriend van de Saksen bouwde de toenmalige stadhouder van Friesland in 1501 bij de Aduarderzijlen een schans. Hij zette er ook een blokhuis bij. 4 jaar later bouwde dezelfde stadhouder een schans in de buurt van Eelde, waarvan deze reconstructie is gemaakt. De omschrijving van die schans komt erg overeen met die van Aduarderzijl. In 1515 werd die echter ook alweer afgebroken en werden de aardewallen afgegraven en de grachten gedempt. De 80-jarige oorlog aan het einde van de 16e eeuw tot 1648 was een bloedige periode waarin veel strijd was tussen de katholieken en de protestanten. Oftewel tussen de Spanje-aanhangers en de Staatsen. Dat waren de aanhangers van de prinsen van de Nederlanden. De stad Groningen was in die tijd nog fanatiek katholiek, de Ommelanden wat minder. Als de stad ingenomen zou worden, dan werd verwacht dat het Ommeland makkelijk zou vallen. De twee schansen die bij Aduarderzijl en Niezijl de zeesluizen beschermden,
waren dan ook van uitzonderlijk belang om in bezit te hebben om daarmee de stad te veroveren of te beschermen, afhankelijk van de bezetter. Om die reden lieten de Ommelanden gedeputeerden in 1580 een nieuwe of verbeterde schans bij de Aduarderzijlen bouwen. In de jaren daarna wordt de schans, half nog in aanbouw, meerdere keren veroverd en weer terugveroverd. In 1594 doen de Staatsen een grote aanval op Aduarderzijl, waarbij de schans grotendeels wordt verwoest. Niet lang daarna geeft de stad Groningen zich over. Dit geeft aan hoe strategisch belangrijk Aduarderzijl was. Daarna worden er in deze periode nog herhaaldelijk nieuwe of betere schansen gebouwd of aangepast. Er zijn van de schansen bij Aduarderzijl geen gedetailleerde tekeningen overgebleven uit deze periode. Wel zijn er tekeningen van de voorbeelden in de regio. Er zijn allerlei varianten. Het is ook niet met zekerheid vast te stellen waar precies deze schansen hebben gelegen. Het zou goed kunnen dat ze heel strategisch tussen beide zeilen op het zogenaamde eilandje lagen. Vanaf dat moment was Groningen deel van de Verenigde Nederlanden. Maar de onrust en dreiging was nog niet weg, dus werden de vestingen van de stad en de omringende schansen versterkt. En dat was maar goed ook, want in 1672 deed de bisschop van de Duitse stad Münster een poging de stad Groningen te veroveren. Zijn strategie was om enorme kanonnen op de stad af te vuren en door middel van loopgraven dichtbij te komen om de vesting op te blazen. Aanvoer van voedsel, munitie en strijdkrachten was dan ook essentieel voor de stad om het tijdens zo'n beleg vol te houden. Groningen was al voorbereid en het land aan de noordzijde was, mede door de sluizen bij Aduarderzijl, al onder water gezet. Om vanuit het noorden aan te kunnen vallen, moest de bisschop de waterwegen en sluizen beheersen met bijbehorende schansen. Bij Aduarderzijl was de aanval op 1 augustus, maar de schans liet zich niet veroveren. Hiermee werd een aanval op Holland vanuit het noorden voorkomen. Als deze aanval was gelukt, had het einde van de Republiek der Nederlanden kunnen betekenen. Mede door uitputting en het deels deserteren van zijn troepen, besloot de bisschop zich uiteindelijk terug te trekken. Op 28 augustus was het beleg voorbij en was de stad Groningen bevrijd. Wat opvalt is dat op de overwinningskaart uit die tijd de schans van Aduarderzijl niet wordt getoond. In de 18e eeuw werd er nog steeds aan schansenbouw gedaan, omdat de dreiging nu van de Fransen en de Engelsen kwam. De vestingbouw werd ook verbeterd om de nieuwe kanonnen die verder en effectiever konden schieten op te kunnen vangen. In die tijd waren de Nederlanden grotendeels een republiek. In 1795 trokken Franse legers Nederland binnen en riepen een eigen republiek uit, de Bataafse Republiek. In deze periode en ook na het vertrek van de Fransen werden nog tot midden van de 19e eeuw plannen gemaakt om de schansen in de Groninger Ommelanden en ook die in Aduarderzijl te versterken. Uit deze periode zijn meerdere ontwerptekeningen waarvan we niet met zekerheid kunnen vaststellen of ze ook echt zijn uitgevoerd. De kaart die het meeste lijkt op wat we nu in het landschap te zien is en naar ons inzicht gebouwd zou kunnen zijn, is ons vertrekpunt voor de volgende stap. Hierdoor kan de krijgsgeschiedenis van Aduarderzijl als verhaal toegevoegd worden op een wijze waarbij het indrukwekkende landschap dat de strategische plek heeft bepaald ook overeind blijft. Want naast de Aduarderschans waren de dijk en de Aduarderzijlen samen de slagader van een groot netwerk van verdedigingswerken rond de stad Groningen. En dat verhaal verdient een plek in het nu.